Met deze even een filmpje van de Mini 3 dus. Hij komt uit 2015, heeft ietsjes meer dan 60.000 kilometer gelopen en heeft 102 pk. Het is een super leuke en een mooie witte kleur. Het is eigenlijk niet helemaal wit, maar het is een beetje crème-achtig. En hij heeft lichtmetalen velgen. Ik zal even kijken hoeveel inch. 16 inch velgen. En ik laat jullie gelijk even de kofferbak zien. Hier zie je ook heel leuk terug de One. Dat zie je hier terugkomen. Naar de kofferruimte. En je kunt hem bijvoorbeeld ook nog wat verbergen hier onderin. Daar liggen ook de kentekenplaten. Dus je kunt, als je wat meer ruimte nodig hebt, kun je ook nog allemaal spulletjes hieronder inleggen. Dan doe je deze gewoon dicht. En je kunt ook in de middel van de tijd de achterbank inklappen. Dat zal ik jullie ook wel even laten zien. Dan doe je door middel van deze dingen hier aan de zijkant. En dan kun je hem heel makkelijk gewoon zo op deze manier inklappen. En zo heb je echt in de middel van de tijd toch meer ruimte in een 3-deurs. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Dan kun je makkelijk een ritje naar de IKEA maken. Hij heeft ook achterparkeersensoren. Dat zie je hier. Dus dat is ook wel heel handig. Nou, stap even in en laat ik jullie ook nog de rest aan de binnenkant zien. Nou, de sleutel heb je nergens voor nodig. Die kun je gewoon hier in het bakje leggen. En daarmee kun je dus gewoon de mini starten. Ga ik iets naar voren. Dan wil ik jullie eerst even de stoffenbekleding laten zien. Ze zijn super mooi onderhouden, ziet er echt nog heel goed uit. Nou, stap even in. Dan doe ik ook even het raam dicht en de deuren dicht voor het geluid. Even kijken. Zo. Nou, hij heeft hier ook de radio, wat ik meteen kan laten zien. Sorry. Op deze manier. Wacht, op deze manier. Hier heb je wat auto-info, multimedia. Dus je kunt ook gewoon je USB-apparaat verbinden of de AUX. Dus wanneer je zelf je eigen muziek wilt luisteren, kun je hier beneden met de USB of met de AUX-kabel kun je gewoon je eigen muziek luisteren. Dan gaan we even terug naar het menu. We hebben hier ook nog gewoon radio, dus die kun je ook nog gewoon kiezen. Dan gaan we even, terug, back, naar FM en dan kunnen we gewoon Q-music of zo opzetten. Wat je dus ook ziet is dat hij hier de lettering heeft, waar hij dus bijvoorbeeld op reageert wanneer je het volume harder zet. Maar hij reageert er bijvoorbeeld ook op wanneer je hier de automatische airco aanpast. En dan heeft hij hier ook nog een telefoon. Dus je kunt ook gewoon je telefoon koppelen met Bluetooth. En dan kun je dus gewoon bellen met contacten via deze manier. Nou, hier kun je dus ook even op snel drukken, toetsen drukken. Dus radio, media, telefoon. En hier heb je wat meer auto over, informatie over de auto. Autostatus, bandenspanning. Maar je hebt hier ook bijvoorbeeld de boordcomputer. Dus kun je ook gewoon verschillende dingen zien. Dan hebben we hier dus de automatische airco. Die kun je dus instellen op verschillende standen. En dan hard blazen of niet hard. En dan kun je dus ook, dit is de luxe variant, kun je dus in twee zones instellen. Dus je kunt gewoon zo warm zitten of zo koud zitten als je zelf wilt. Hij heeft ook stoelverwarming aan beide kanten. Blazers aan de voorruit en achteruit verwarming. Nou, het is een automaat, dat is ook al heel erg fijn. En een start- en stopknop. En die kun je bijvoorbeeld ook hiermee uitschakelen. Dus wil je dat die bijvoorbeeld wanneer je voor een stoplicht staat, niet gelijk uitschakelt of uitgaat, kun je dat met deze knop doen. Nou, hij heeft hier bijvoorbeeld ook nog het lichtpakket. En dat zie je bijvoorbeeld hier dat dat blauw weer aan terugkomt. En ook bij de voeten en in de deur komt dat terug. Dus dat is ook wel echt iets heel erg leuks van Mini. En wil je dan nou een andere kleur, dan kan dat ook. Kun je gewoon door middel van dit knopje, kun je het gewoon een andere kleur geven. En hier heb je de boordcomputer. Hij heeft dus inderdaad 61.701 kilometer gelopen. En hier heb je nog een armsteun met wat extra opbergruimte. En wil je dat nou, zit het nou in de weg, kun je dat ook gewoon zo naar achter klappen. Ik denk dat ik eigenlijk alles al heb verteld over deze Mini. Sowieso hier ook nog een mooie afwerking. En dan heb je hier ook nog bij de deur heb je ook nog een lakafwerking, wat ook al heel erg mooi is.
Nou, ik denk dat ik alles wel heb verteld van deze mini. Heb je nou nog vragen over deze superleuke mini? Dan hoor ik het heel graag. En wie weet kunnen we snel een proefrit plannen.